Vandaag gaan we het hebben over het nieuwe voederegime van Hippiecentrum Muidenberg. Zoals u waarschijnlijk weet is enige tijd geleden besloten om meer ruwvoer in het dieet te stoppen en minder krachtvoer. Een zeer goed besluit. Krachtvoer is vroeger uitgevonden om op een snelle manier veel energie in een paard te proppen. En het is ook bedoeld omdat het hooi wat vroeger gegeven wordt wisselend van samenstelling is. Kuilvoer, wat op Hippiecentrum Muidenberg wordt gevoerd, is tegenwoordig van een zeer goede samenstelling en ook stabiel. Waarom hebben wij liever ruwvoer in het dieet en minder krachtvoer? Dat heeft te maken met de speekselproductie. Het paard is gemaakt om de hele dag op de toendra, de steppen of de savanne te lopen en de hele dag kleine beetjes te eten. De maaginhoud van het paard is dan ook relatief klein. De maag produceert heel veel maagzuur. En dit maagzuur wordt gestabiliseerd door het natriumbicarbonaat wat in speeksel zit. Als je krachtvoer eet, dan maak je veel minder speeksel. Om je een voorbeeld te geven, een gemiddeld paard doet over 1 kilo krachtvoer ongeveer 10 minuten en maakt daar maar 1 liter speeksel bij aan. Als je zo'n paard ruwvoer geeft, bijvoorbeeld hooi of kuil, doen ze over 1 kilo gemiddeld 30 tot 40 minuten en maken ongeveer 3 tot 4 liter speeksel aan en soms zelfs nog meer. Hoe meer speeksel je aanmaakt, hoe beter het is voor het milieu van de maag. Het maagzuur wordt namelijk dan gestabiliseerd. Als je weinig krachtvoer of weinig ruwvoer geeft, dan loop je het probleem, loop je de kans, althans moet ik zeggen, dat je maagzweren ontwikkelt bij het paard. Maagzweren worden over het algemeen slecht gediagnosticeerd. Dat wil zeggen, we weten niet dat we ze hebben, maar ze geven wel vage koliekverschijnselen bij het paard en zorgen ervoor dat het immuunapparaat continu bezig is met het onderdrukken van ontstekingen in de maag. Dit zorgt ervoor dat paarden slecht door het haar komen, weinig energie kunnen hebben en regelmatig onbegrepen kolieken hebben. Het maag-darmkanaal is er bovendien op gemaakt dat er veel ruwvoer binnenkomt en dat dit op een goede manier verteerd kan worden, waardoor er veel meer voedingsstoffen uit de voeding gehaald kunnen worden. Ook bij BICS, dus bij krachtvoer, is dit veel minder. Het vervelende van krachtvoer is bovendien dat het krachtvoer meestal gegeven wordt vanuit een kruiwagen, er veel voedernijd is en veel gedoe bij het uitdelen. Bij het ruwvoer is dat veel minder en kunnen paarden ook veel meer natuurlijk gedrag ontwikkelen. Paarden zijn namelijk gemaakt om de hele dag lekker met hun hoofd naar beneden staan en te krabbelen op de toendra. Kort samengevat, als dierenarts zien wij liever ruwvoer in het voer, omdat we dan een beter natuurlijk gedrag van het paard zien, een beter onderling natuurlijk gedrag zien. We zien veel meer speekselproductie, waardoor we minder maagzweer hebben, daardoor paarden die beter in conditie zijn en bovendien veel minder koliek hebben. Mensen die denken dat het gedaan is als bezuiniging, die vergissen zich, want een kilootje krachtvoer vanaf de bestelling tot in de silo en het uitdelen is veel goedkoper dan een kilootje ruwvoer van de bestelling af tot het uitdelen. Daar gaat het dus niet om, het is puur voor het paardenwelzijn.